Ik denk een jaartje of 20 terug. Als jeugdtrainer bij de A1. En dat seizoen heb ik gewoon afgemaakt. En daarna ben ik gelijk doorgestroomd naar het eerste team. En ja, dan krijg je het hele regiment aan trainers van Theo Vonk. En Gerrit van der Lem. En Willem van Hanegem. En Henk van Stij. Ronald Koeman. Dick Advocaat. Gert-Jan Verbeek. Louis van Gaal. Co Adriaansen. Nou, dat zijn er toch een heleboel. Hey, hier! Maar cultuurbewaker is dat je wel weet wat er binnen de club de sterkte en de zwaktheden zijn. En de sterkte van AZ is doe maar normaal, werk hard. Normaal gedrag, respect naar de supporters toe. Dat is eigenlijk wel AZ. Nou, ik weet niet of het zozeer een geheim is. Het heeft natuurlijk met een aantal factoren te maken. Ten eerste de loting. Die kan heel gunstig zijn gedurende een paar wedstrijden. En dat heeft ook wel iets. Het zijn allemaal wedstrijden op zich. En uiteindelijk is het alles of niks in de knock-out fase. En daarin kon AZ altijd wel krachten vrijmaken. Ik heb Champions League meegemaakt, ik heb Euroleague meegemaakt. Maar ik bekerfinale haalt het niveau Champions League qua sfeer en beleving. De bekerfinale destijds met Louis van Gaal. Die we verloren van Ajax met strafschoppen. Maar iedereen vergeet het weekend daarvoor. Ik denk een van de meest spannendste weekenden ooit in de betaalde voetbal. Waarbij drie ploegen kampioen konden worden. En waarbij AZ dus van Excelsior uitverloor. En drie dagen later of vier dagen later de bekerfinale moest spelen in de Kuip tegen Ajax. En die ook verloor. Vergeet je niet zo snel, moet ik zeggen. Dat seizoen presteerden we niet zo goed. Ik dacht dat we rond de 10, 11, 12 plaats stonden. Maar we haalden wel de bekerfinale. En daarin heeft de directie toen, Toon Gerbrands, een jongen, dat is een boek, is uitgekomen van 400 brieven van mijn moeder. Of 200 brieven van mijn moeder. Een jongen die in de gevangenis heeft gezeten en die steeds contact hield met zijn moeder. En die jongen die vrij is gekomen en die kwam toen door de week uitgenodigd. En heeft die hele story van hem, hoe hij dat beleefd heeft in die gevangenis om te overleven enzovoort. Om de kracht maar te houden om te overleven en uiteindelijk er weer uit te komen. Die heeft zijn verhaal gedaan aan de totale selectiegroep. En dat maakt een dusdanige indruk dat je heel veel kunt bereiken als je niet opgeeft. Nou, en uiteindelijk win je dan ook nog. Prachtig. Ja, dat is prachtig. Inderdaad prachtig.